Kom maar. Zo, en dan ga je een reverse rijden. Dus je blijft dit tempo houden. Til die teugels op en je draait de andere kant op. Niet gaan afremmen, ook niet van versnelling veranderen. Gewoon doordraaien. Ja, Rianne, dus niet. Ja. Merk je? Been eraan houden en doordraaien. Draai hem om, Anja. Niet gaan stappen. Been, 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 been. Juist, doordraaien dat hij niet in de stap gaat. Pak eens je hand op, Til. Die wil hem omdraaien. Hup, dan zijn ze terug in de eerste versnelling, hè? Gewoon in hetzelfde ritme blijven. Je gaat alleen van richting. Van richting veranderen, niet van hand, hè? Of van versnelling, zo, van tempo. Easy. Gewoon weer opvangen daar. Easy. Oké, nog een keer. Reverse. Draai maar weer om. Blijf draven. Ga door, Ariane, benen eraan houden. Pas op dat ze niet wachten tot ze afslaan. Ietsje fanatieker met je been erbij blijven. En weer terug. Reverse weer terug. Draai weer om. Kijk voor je uit. Plan waar je heen gaat. Benen eraan houden en doordraven. Dat is al veel beter. Goed zo. Dus het is eerst kijken, plannen wat je wil doen. Tempo vasthouden en dan draai je je paard om. Het zijn vijf dingen tegelijk wat je moet doen om van richting te veranderen. Hè? Goed zo. Juist, Rianne, til je binnenteugel op en blijf doorrijden. Heel goed. Als ze harder gaat als jij wil, pak je ze terug. Gaat ze te langzaam, druk je je benen eraan. Ietsje meer doordraven, Anja. Goed. Nog alle pinnen weer aan. Je gaat zitten. Buitenbeen. Galop. Recht. Verkeerde galop met Toco. Verkeerde galop met Skip. Even terug. Alle twee. Dan ga je eerst eens nadenken. Dan haal je eerst die neusjes naar binnen. Verkeerde galop. Op zich was het goed, Anja. Nou iets meer je binnenbeen erbij al. Zo. Neusje naar binnen. Verkeerde galop en Anja verkeerde galop. Dus ga nou nadenken, waarom gaat dat paard nou aan zijn linker galop als hij rechts omgaat? Ga eerst eens kijken naar je paard, zeg eens Jok. Jok, wat gebeurt er nou? Wat moet je doen om dat paard niet op zijn linker galop te laten komen? Ja, maar nou ja, oké, theoretisch gezien is dat zo, maar waarom moet dat? Ja, dat sowieso. Hij heeft sowieso al een voorkeur, maar het is ook zo, als hij dus nu rechtsom loopt, wat je dus ziet, is dat die paarden compleet met hun hele gewicht naar binnen hangen. Dus wat gebeurt er dan? Als dat hele gewicht op het binnenbeen gaat hangen, komt op buitenkant, komt hij lekker vrij. Dus die pakt heel erg makkelijk zijn linker galop, want het gewicht van hem zit op zijn rechterbeen. Dus je moet van zijn gewicht, moet je van zijn rechterbeen op zijn linkerbeen proberen te krijgen. Dus dan moet je zeggen, ik druk die ribbenkaas die ik aan de binnenkant heb, die ga ik eens een beetje naar buiten duwen. Dus ik ga dat binnenbeen gebruiken om dat paard naar buiten te duwen. Dan hou ik die neus nog steeds naar binnen, want ik hou die rechterhand opgetild. Ik druk nog steeds dat binnenbeen aan, dat dat paard zich een beetje gaat buigen om je binnenbeen. Dus je moet dat hele lijf meenemen, niet alleen zijn hals. Op het moment dat hij daar goed loopt, dan pak ik mijn buitenbeen en zeg ik, oké, kom maar. Dan haal eerst eens even die neusjes naar binnen. En haal dat hele lijf eens mee naar buiten. Oké. Okay. Nee, nog verkeerd. Pak hem terug. Hij zit weer verkeerd, Anja. Dus hou... Ja, en dat deed hij zelf. Zit nog verkeerd, Ariane. Deed jij dat of deed hij dat, Anja? Hij, dus terug. Rianne, je binnenteugel is niet omhoog. Nee, en Skip loopt nog steeds met de kop naar buiten en de lijf naar binnen. Dus de neus moet naar binnen en de lijf moet naar buiten. Want het binnenbeen moet veel meer aan het werk en die neus moet naar binnen. Doordat je die neushals naar binnen gaat zetten, gaat ze haar gewicht ook naar buiten zetten. Ja, goed Anja. Binnenteugel optillen. Nee, want je tilt je binnenhand pas op het moment dat je gaat aangalopperen. Dus dat is niet de goede hulp die je nou doorgeeft, Rianne.
terug. Binnen teugel optillen, binnenbeen eraan geven. Ze schop met dat binnenbeen. Want ze, je geeft er een tik en ze luistert helemaal niet. Jok, deed zij dat of deed jij dat? Oké, terug naar de jok. Alle twee terug naar de jok. Blijf draven, nou ga je eens die neus naar binnen halen. Rianne, binnenbeen, binnenbeen, buitenhand naar buiten, ze komt helemaal naar binnen. Buitenhand naar buiten, neus naar binnen houden. Binnenteugel blijft opgetild, binnenbeen blijft op werk. Buitenteugel zorgt ervoor dat ze niet naar binnen komt. Maar dat wil niet zeggen dat je de kop naar buiten moet trekken, want zodra je die naar buiten trekt, komt haar gewicht, bop, gelijk weer naar binnen. Dus je moet haar neus niet naar binnen halen, je moet haar neus naar buiten halen, je moet haar neus naar binnen halen. Je moet haar gewicht naar buiten zetten. Anja, verkeerd. Controleer zelf eens een keer, als je naar beneden kijkt, kun je zien of die goed zit of niet. Oké, doe maar Rianne, probeer het binnenbeen. Nou vinden ze dit beide hun moeilijke kant, dus toevallig heel makkelijk om dat zo te doen. Binnen teugel optillen, binnenbeen, hij staat bijna stil. Zo, oké, nou binnenkant, binnenkant. Schat maar zich aan dat binnenbeen. Hier de klap, Anja. Doe maar Rianne, haal die neus naar binnen, til die binnenteugel op, binnenbeen aan het werk en dan je buitenbeen. Keer erop, Anja. Binnenteugel op, til ik hem op. Haal die neus maar naar binnen, Rianne. En je binnenbeen. Zodra jij die binnenteugel oppakt, komt ze gelijk naar binnen zuilen. Dus wat zeg je binnenbeen? Bam! Ik dat had niet op. Nou, kan nog veel harder. Ach, dan moet je een keer van je paard afhalen. Dan geef je maar een keer een schop. Je hebt niks aan je voeten waar je er zeer mee kan doen. Dus je kan er gerust een keer een map geven. Het dringt even niet door dat huidje heen van Skip, geloof ik. Oké, nou je buitenbeen. Hier. Keer de klop aan, ja. Zijn neus loopt ook weer naar buiten. Keer de klop, Rian. Binnen teugel optillen, binnenbeen. Kom op! Blijf gaan. Oké, nou aan de halperen. Binnenkant optillen, kom op, buitenbeen. Verkeerd. Nog steeds verkeerd. Duidelijker zijn in je hulpen. Nee. Keer de klop, Coco. Oké, doe maar Rianne. Gewoon aanspringen. Verkeerd. Niet alles losgooien van voren, Anja. Probeer eens met druk. Dat is lastig, hè? Toevallig ze hebben alle twee... Hè? Ja, dat maakt niet uit. Binnenteugel omhoog, kom op. Kijk eens voor je uit, galopperen eens gewoon aan. Kom Skip, denk er eens om. Kom op. Kom maar. En toevallig hebben ze alle twee dezelfde moeilijkheid, dus dat is wel leuk. Hier de klap, Anja. Kom eens meer in met je binnenbenen. Steek je benen er eens niet af. Nee. Hij loopt je gewoon te klieren, Anja. Schop je binnenbeen er eens een keer in. Nee. Vast houden binnen. Teugel optillen binnen. Nee. Oh, lastig. Kom maar. En bij mij gelukkig is geen één van twee, hè? Echt niet. Ik weet het niet. Ja, Coco. Anja. Kom op. Tjok. Tjok. Nou, je binnenteugel is opgetild. Binnenteugel. Nee, de neus is te... Je tilt heel mooi je binnenteugel op, Anja. Alleen je kop loopt naar links. Ja, nu. Galopeer eens aan. Kom. Hier, wat voor dikke hebben ze krijgen. Terug. Terug. Binnenhand. Nee, Anja.